Hey, ik ben Mark van Motor Claim Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Neptune, beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkledingcenter, de specialist in motorkleding. De Revit Neptune is een jas die is gemaakt om het hele jaar door te rijden. Voorzien van een Gore-Tex membraan. Een Gore-Tex membraan is een kwalitatief heel goed membraan, kan een hele hoge waterdruk aan en heeft een heel hoog ademend vermogen. Deze jas is gemaakt van slijtvast polyester, voorzien van pro-life bescherming op de schouders, op de ellebogen en op de rug heb je een compartiment waar nu foam in zit. Maar je kan deze jas upgraden met een CE Level 2 protector. Aan de achterkant zie je veel reflecterend materiaal, lucht uitlaten en een grote zak waar je eventueel het membraan in kan stoppen als je het membraan uit de jas haalt. Je P is 1,82 lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt hier een large. Nou, je ziet dat hij mooi strak zit. Dat moet ook, want als je alle voeringen eruit haalt, deze jas heeft twee uitneembare voeringen, dan moet hij natuurlijk niet te wijd gaan zitten. Als je de voering eruit haalt, heb je bij de biceps stelmogelijkheden. Aan de onderarm heb je een knoopje waarmee je wat strakker kan zetten. Hiervoor zorg je ook dat de protector goed om je elleboog blijft zitten. Aan de binnenkant zit ook nog een stelband waarmee je de jas wat strakker kan zetten. En aan de onderkant een lusje waarmee je hem strak om je broek heen afsluit. Deze jas combineer je ook met de Revit Neptune broek. Dit is toevallig de grijze, maar er is natuurlijk ook gewoon een zwarte variant. En je kan hem aan de achterkant eventueel vastritsen. Hou je dan het membraan uit de jas. Je kan het Gore-Tex membraan uit deze jas halen. Dan heb je heel veel ventilatiemogelijkheden. Hier aan de voorzijde een grote happer die je open kan zetten. En hierachter zit 3D mesh materiaal. En dat zorgt ervoor dat je ventilatie ook vrij over je lichaam kan stromen en tot verder in de jas komt. En op de armen ook een hele grote happer die ervoor zorgt dat de lucht hier naar binnen gaat. Omdat het een jas is die gemaakt is om het hele jaar door te rijden, moet die natuurlijk functioneel zijn. En heb je ook twee hele grote zakken. Aan de voorkant, daar natuurlijk ook een. Je ziet bij de kraag een speciaal systeem waarmee je de kraag iedere keer helemaal strak kan zetten. Dus regent het of is het wat kouder, zet je hem wat strakker. Is het warm, zet je hem gewoon helemaal los. Dan zie je aan de binnenkant duidelijk het Gore-Tex membraan. Dit is een Gore-Tex Packlight membraan. En Packlight, dat is een heel licht membraan. Dus het is een wat lichtere uitvoering. Wel met dezelfde waardes, dezelfde waterdichtheid en dezelfde ademende vermogen. Maar je kan hem gewoon wat kleiner oprollen en wat makkelijker er weer in stoppen. Dan zie je hier aan de binnenkant thermische voering. Zorg ervoor dat je warmte goed in je jas blijft, dat hij dus goed isoleert. Is het dan, wordt het warmer, blijft het droog, kan je ook ervoor kiezen om dit membraan eruit te halen. Dan hou je alleen de slijtvaste buitenlaag van de jas over met de protectie erin. En dan kan je ook prima boven de 25 graden door blijven rijden. Dus echt een jas geschikt voor het hele jaar. Wil je meer informatie over de Revit Neptune of wil je deze jas bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.